Hoeveel kost een croque-monsieur is een hele goede vraag voor als jij net als mij heel veel croque-monsieurs eet op wekelijkse basis en je moet jezelf kunnen verantwoorden ten opzichte van heel de wereld. Benodigdheden! Brood, kaas, hees, pakboter. Belangrijk is nu om te weten hoeveel schellen er in een pak zitten. 23 boterhammen. 13 kaaslappen. 5 hespenschellen. 30 boterwegen. Dus ja, willen hebben de prijs, willen hebben aantallen. Dan weten we ook de prijs per schel voor een boterham, 0,1 euro. Wij weten ook de prijs voor een lapje kaas, 0,25 euro. Wij weten ook de prijs voor een schelletje hesp, 0,65 euro. En voor één veeg boter kost het ons 0,06, totaal arbitrair gekozen. Nu is het belangrijk om te weten hoeveel schellen je nodig hebt per ingrediënt om een croque-monsieur te maken. Maar dat hangt natuurlijk af van de grootte van jouw broodschellen, jouw kaaslappen en jouw hespensafletten. Hoeveel lappen kaas per croque? Gemakkelijk. Je berekent gewoon de oppervlakte van zo'n kaaslap, dan bereken je de oppervlakte van de besneden kaaslap, dan deel je die oppervlaktes door elkaar, waaruit je kan concluderen dat je 0,633333 lapjes kaas nodig hebt. En hoeveel schelletjes hesp per krok? Ja, dat was iets te moeilijk om te berekenen, dus pak een halve schel, hè? Niet te moeilijk doen. Ja, en hoeveel boter per krok? Je pakt één boterveeg, hè? De sum of all the parts geeft dan de totaalprijs weer en dat komt neer op een totale kost van 74 eurocent per krokske. Zeer belangrijk om te serveren met een poes en ketchup. Chef bedanken voor de shout-out, voor de steun. Ik heb nog eens een video afgemaakt. Applaus met één hand.